Ja, natuurlijk. Als je thuis punten verliest, is het altijd zuur. Maar oké, we wisten dat het kon gebeuren. Hè. Het is niet zo dat we vanaf nu elke match gingen winnen. Dus het is natuurlijk spijtig dat het nu gebeurt. Maar misschien is het ook juist goed dat het nu gebeurt. Opnieuw even iedereen wakker schudden na die fantastische overwinning van vorige week. Ja, ging het misschien iets te gemakkelijk. Ook de match ging misschien iets te gemakkelijk voor ons in de eerste helft. Nochtans, we hadden heel veel balbezit tegen een heel verdedigend Aalst. En we kwamen niet echt in de problemen. Ook de tweede helft niet. Ja. En dan hebben we enkele kansen gemist, denk ik, op de 2 en 3-0. En dan is er juist ene bal die goed valt. Ja. Een fout van ons en heel op het einde, ja, dat wordt afgestraft. Ondanks, ik denk dat Ferreira jullie toch gewaarschuwd had, hè, onder de rust van te blijven voetballen. Ja, natuurlijk. Dat was ook het plan. Maar de tweede helft verliep misschien iets moeilijker als de eerste, maar toch hadden we geen enkel probleem om de nul te houden. En ik denk ook niet dat dat had gehoeven, die tegentreffer. Ik denk dat het gewoon een individuele fout was van iemand van ons. Oké, dat kan gebeuren, maar het is natuurlijk spijtig dat heel op het einde van de match ook nog gebeurt. Is het evenwicht nu hersteld? Want ik heb de indruk dat vorige week een gelijkspel wel gerechtvaardig geweest was. Ja, dat kan zijn, maar we hebben hier gewoon 2 punten weggegeven. Heel op het einde, iets wat niet gemoeten had. En het is natuurlijk spijtig, maar oké, we staan er altijd veel voor en we gaan gewoon opnieuw volgende week vol voor de 3 punten. Het is net tot slot, zoals je zegt, misschien wel op het juiste moment dat jullie even terug met de voeten op de grond komen. Ja, dat klopt. Ik denk dat we wel een fantastische reeks neerzetten, nog altijd trouwens. En we hadden opnieuw een heel goede zaak kunnen doen, maar misschien liep het iets te goed, iets te gemakkelijk voor ons. En dan is het misschien eens niet slecht om eens opnieuw even met de voeten op de grond gezet te worden. En vanaf nu terug alleen maar vooruit denken. Nog even over de blessure van Ibe. Ja, het wordt stilaan een ramp op die rechtsachter. Ja, maar ik denk volgende week dat Timmy terug is. Dus dat zal wel opgelost raken.